Wanneer je de geschikte plek voor guerrilla gardening gevonden hebt, is het een kwestie van medestanders motiveren en de actie organiseren. Denk aan voldoende planten, potgrond, water om te sproeien en goed gereedschap om de klus te klaren. Zorg ook voor passend vervoer om alle materialen op de locatie af te leveren. Ja. Eenmaal aangekomen op de actieplek worden de materialen gerangschikt en de taken over de deelnemers verdeeld. Laat de sterkste het zwaarste werk verrichten, zoals het opschonen van de boomspiegel en het omscheppen van de aarde. Ga hierbij voorzichtig te werk, zodat de boomwortels onbeschadigd blijven. De boomspiegel is nu gereed om er een dunne laag potgrond in uit te storten en deze over het oppervlak te verspreiden. We gaan van hoog naar laag. Tijdens de actie is één persoon verantwoordelijk om het vooraf opgestelde plantschema te vertalen naar de boomspiegel. Wanneer de groenblijvende heesters op een plek staan, wordt het eenjarige perkgoed eromheen gezet. Natuurlijk is er ook ruimte voor een praatje met een enthousiaste buurtbewoner. Nu alle planten op een nieuwe standplaats staan, is het van belang om de planten voldoende en regelmatig water te geven. Zodra je hiermee klaar bent, ruim je de lege zakken potgrond, de plantenpotjes en het gebruikte gereedschap op en veeg je de stoep nog even aan. Geniet van het resultaat, want dankzij jouw inspanning is de straat weer een stukje groener.